En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding in handen van Felicio de Jomax, tweede is Apache J. Loca. Helemaal aan de buitenkant komen twee deelnemers opzetten. Dat zijn Drogeda en Clopin de Boulay. En zo gaan ze de laatste bocht door, komen ze in de laatste rechte lijn. Felicio de Jomax, daar komt aan de buitenkant Drogedo. Drogedo aan de buitenzijde loopt in. Drogedo loopt de beste koers tot nu toe. En Felicio de Jomax moet op gaan passen. Felicio de Jomax, Drogedo aan de buitenkant, komt dichterbij. Drogedo aan de buitenkant, aan de binnenkant Felicio de Jomax. Kooijman gaat het precies halen. Het is Felicio de Jomax die wint. Drogedo loopt een wereldkoers voor tweede. En de derde plaats die is voor Apache J. Loca. Voorlopig uit zijn cijfers, dames en heren, is 7-2-4 en dan de 1. 7-2-4-1 voorlopig. Zeven voor de winnaar, jongens. Felicio de Jomax. Ja, best had over 800 meter. Dat is heel hard. Hè. Ja, dat is gewoon goed. Dat is heel hard. Auto versneld. Rustige start van Baladin Williams. Auto versneld en de start is gevallen. En Apache J. Loca is wel snel weg. Apache J. Loca die wil graag de leiding hebben. Verbeek. En aan de buitenzijde zijn een paar deelnemers die dat ook wel graag willen. Zo gaan we drie dik de eerste bocht in. En helemaal aan de buitenzijde komt Felicio de Jomax. En die neemt makkelijk de leiding. Tweede plaats daarachter, de plek die hij eigenlijk al meteen wilde. Jos Verbeek met Apache J. Loca. En aan de buitenkant komt nu Jaap van Rijn naar voren. Is dat Jaap van Rijn? Nee, is Jaap van Rijn denk ik niet. Wacht heel eventjes. Die ligt achteraan. Dat is Stefan inderdaad. Stefan die naar voren komt. Born to run. Fijn als er twee experts naast zitten. Dan zit je er zelf nooit naast. We hebben nog twee ronden te gaan straks. En Felicio de Jomax leidt. En dan hoef je er niet bang voor te zijn dat het tempo naar beneden gaat. Felicio de Jomax. Daarachter op de tweede plek Apache J. Loca. Daarachter volgt dan Clopin de Boulay. En daar komt aan de buitenzijde nu naar voren Elio Manetto. Elio Manetto komt vanaf de laatste plaats, komt nu driedik naar voren. En moet voorlopig nog even door, driedik, want ook Clopin de Boulay werd naar buiten genomen. Binnendoor schuift gelijk het gaatje in Dillinger Gentil. Vooraan onbeïndrukt van wat er achter hem gebeurt, Tom Kooijman. En hij leidt nog altijd met Felicio de Jomax. Daarachter op de tweede plaats Apache J. Loca. Spoor naast de leider, schuin achter de leider is nu voor de 10, Elio Manetto. Daarachter volgt aan de relingzijde dan het 1 van Dillinger Gentil. Eagle gaat aan de buitenzijde nu wat terrein proberen goed te maken. En die schiet aardig op. Paarden gaan de rechterbocht in. Eagle 3 dik. We hebben straks nog een volledige ronde te gaan. Felicio de Jomax die leidt. Felicio de Jomax, Elio Manetto, drie dik aan de buitenkant. Eagle, daarachter in de wachtkamer, heeft eigenlijk de mooiste rug van allemaal. Jos Verbeek met Apache J. Loca. Daarnaast in het tweede spoor de wereldkampioen met Clopin en de Boulay. En daarachter volgt dan Schoonhoven met Born to Run. Elio Manetto gaat van de benen tussen de twee koppaarden in. En gaat nu naar de buitenkant. Eagle taalt nog niet naar een fout. Normaal gesproken was dit al genoeg geweest om Eagle helemaal van de wijs te brengen. Maar het gaat allemaal goed. En hij blijft op de been. Ligt nog altijd tweede, derde aan de buitenkant. Derde eigenlijk, want tweede is Apache J. Loca. En het tempo vooraan gaat omhoog. Tempo gaat omhoog. Felicio de Jomax, Apache J. Loca, Dillinger Gentil. Vierde is Eagle. En de rest van het veld klampt aan. Meer zit er niet in. De 3 en de 10 zijn inmiddels uitgeschakeld. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Baladin Williams er dus ook uit. En zo zijn de paarden op weg naar de laatste bocht.
Clopin de Boulay, die wordt naar het derde spoor gehaald. En Ebbingen verzoekt de aanval. En eens kijken of hij ook wat paarden voorbij kan. Hij wil in ieder geval voorbij aan Eagle, die nog altijd derde ligt. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding in handen van Felicio de Jomax, tweede is Apache J. Loca. Helemaal aan de buitenkant komen twee deelnemers opzetten. Dat zijn Drogeda en Clopin de Boulay. En zo gaan ze de laatste bocht door, komen ze in de laatste rechte lijn. Felicio de Jomax, daar komt aan de buitenkant Drogedo. Drogedo aan de buitenzijde loopt in. Drogedo loopt de beste koers tot nu toe. En Felicio de Jomax moet op gaan passen. Felicio de Jomax, Drogedo aan de buitenkant komt dichterbij. Drogedo aan de buitenkant, aan de binnenkant Felicio de Jomax. Kooijman gaat het precies halen. Het is Felicio de Jomax die wint. Drogedo loopt een wereldkoers voor tweede. En de derde plaats die is voor Apache J. Loca.